We weten allemaal dat Nederlanders graag sparen, zowel op de bank als in supermarkten. Dus in deze video gaan we kijken naar het spaarprogramma van supermarkten en dat zijn de koopzegels. Want de meeste supermarkten spelen natuurlijk op dit gedrag van Nederlanders in en bieden dus koopzegels aan. En in deze video gaan we naar 3 supermarkten kijken, te weten de Albert Heijn, de Jumbo en de Plus. En we gaan kijken van wat zijn nou de verschillen tussen deze programma's. En natuurlijk is het het wel waard om met deze programma's mee te doen. Nou, al die informatie krijg je in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren of beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen waar je meer over wilt zien? Abonneer je dan hieronder en vergeet ook niet op het belicoontje te klikken dat je altijd een melding krijgt, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken eigenlijk richting het persoonlijke financiën gedeelte, het sparen en dan specifiek dus naar supermarkten. Zoals gezegd heb ik 3 supermarkten uitgekozen waarvan ik gegevens kon vinden over hun ten eerste over hun programma, over hun koopzegels. En dit zijn natuurlijk ook vaak de supermarkten waar de meeste Nederlanders komen. Nou, de grootste supermarkt zullen we mee beginnen. Dat is nog steeds Albert Heijn in Nederland. En kijken we dan naar hun koopzegelprogramma. Wat moeilijk te vinden op de website, maar uiteindelijk kwam ik er toch wel bij. Dan zul je zien dat je ten eerste je koopzegel moet kopen voor 10 cent per koopzegel. En dit mag je doen bij elke euro die je besteedt. Je kunt meedoen aan koopzegels in alle Nederlandse winkels, plus online. Het is alleen zo dat wanneer je online bestellingen plaatst, dat je dan de factuur die je krijgt moet bewaren. Met deze factuur eigenlijk naar de dichtstbijzijnde Albert Heijn kunt gaan om vervolgens daar nog je koopzegels te kunnen kopen. Dus je moet nog wel naar een fysieke winkel, maar ook als je online bestelt kun je toch eigenlijk aan dit programma meedoen. En bij Albert Heijn heb je een vol boekje wanneer je 490 zegels hebt gekocht. En op dat moment kun je dus je boekje inleveren. Dit betekent dus dat je minstens voor 490 euro hebt besteed bij een Albert Heijn om een boekje te vullen. En dat heeft je al 49 euro gekost. En op het moment dat je dit boekje gaat inleveren, krijg je voor het bedrag dus wat 49 euro heeft gekost, krijg je 52 euro terug. Om een goede vergelijking te maken tussen de supermarkten ga ik uit van het gemiddelde bedrag dat Nederlanders zeg maar kwijt zijn aan boodschappen per jaar. En dan ga ik er een beetje vanuit tussen ja, huishoudens van 2 personen of met kinderen. Ik ben uitgegaan in ieder geval van 300 euro in de maand. Oftewel 3600 euro per jaar aan boodschappen. Dus delen we die 3600 euro per jaar aan boodschappen door die 490 euro die in 1 boekje vol kost, heb je dus 7,35 boekjes per jaar. Nou, de kosten van die boekjes is dus 7,35 keer die 49 euro. Oftewel 355 euro en 25 cent. Leveren we deze boekjes in, die 7,35 zeg maar, en krijgen we daar dus 52 euro voor, levert het per jaar dus 377 euro op. En dat is 21 euro en 75 cent meer dan dat het gekost heeft. Nou, dat is dus eigenlijk een rendement van 6,1% per jaar voor het geld dat je eigenlijk inlegt in vergelijking met wat je dus terugkrijgt. Dus op die manier kun je in principe rekenen een rendement van 6,1%. Kijken we dan naar de Jumbo, ook deze heeft natuurlijk koopzegels. En naar hun programma is ook 10 cent per koopzegel. En ook hier mag je bij elke euro die je uitgeeft een koopzegel kopen. In tegenstelling tot bij de Albert Heijn kun je hier alleen je koopzegels kopen wanneer je in de winkel bent. En dus niet wanneer je online koopt of naderhand nog bij de winkel komen. En het enige voordeel hier is dat je een vol boekje veel sneller hebt. Hier hoef je namelijk maar 250 zegels te doen om een vol boekje te krijgen. Dat betekent dus dat je bij elke 250 euro zeg maar, die je ongeveer uitgeeft een vol boekje krijgt. Nou, dat boekje levert je 26 euro op. Terwijl het je in principe dus 25 euro heeft gekost. Gaan we ook hier weer kijken naar de jaarlijkse boodschappen van 3600 euro. En delen we dat door die 250 euro van een vol boekje, kun je dus 14,4 volle boekjes per jaar inleveren. Nou, de kosten hiervan zijn 14,4 keer 25 euro, dat is 360 euro. En de opbrengst hiervan zijn dus die 14,4 volle boekjes keer 26 euro. En dat is 374 euro en 40 cent. En dat levert dus op dat je uiteindelijk 14 euro en 40 cent verdient per jaar. En die 14,40 euro op die 360 euro die je hebt uitgegeven komt neer op een rendement van 4% wanneer je dus gebruik maakt van dit spaarprogramma van de Jumbo. En als laatste gaan we dan kijken naar de Plus. Ook zij hebben natuurlijk koopzegels en zij noemen het dan pluspunten. En volgens hun website is het het meest gewinstgevende spaarsysteem van Nederland. Dus de verwachtingen zijn natuurlijk al hoog en ik hoop dat ze het kunnen onderbouwen. Dan gaan we kijken naar hun programma. Dan kost een koopzegel 2 cent. En je kunt deze zegel bij elke euro die je besteedt ook weer kopen, net zoals bij de andere winkels dus. Ook hier kun je zowel in de winkel als online koopzegels kopen.
Ik heb het niet helemaal afgerond, maar ik zag in ieder geval staan dat wanneer je een bestelling wil doen, dat de optie er is om koopzegels online te doen. En bij de Plus is het een vol boekje bij 200 zegels. Dit houdt in dus dat je minstens 200 euro moet besteden voor een vol boekje. En op dat moment dat je het inlevert, krijg je 6 euro. Nou, 200 zegels keer 2 cent betekent dat je het 4 euro heeft gekost. En kijken we hier ook weer naar die 3600 euro per jaar aan boodschappen. Gedeeld door 200 zegels voor een vol boekje kun je dus 18 volle boekjes doen. De kost hiervan zijn dus 18 keer 4 euro is 72 euro. En de opbrengst hiervan is 18 keer 6 euro is 108 euro. En zo zie je dus dat je er 36 euro mee kunt verdienen. En kijken we dan die 36 euro ten opzichte van de 72 euro die het gekost heeft. Dan heb je dus een rendement van 50%. En dat is dus stukken hoger dan zowel bij de Jumbo als bij de Albert Heijn, waar het zeg maar 4 of 6,1% was. Dus als je zo gaat kijken, dan is het programma van de Plus het meest interessante. Aan de ene kant omdat je het beste rendement hebt, 50%. Maar ook omdat je eigenlijk het minste geld hoeft weg te zetten, omdat de zegels maar 2 cent zijn. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen waar je op moet letten om met een koopprogramma eigenlijk mee te doen. Is het verstandig om koopzegels te kopen? Dat hangt natuurlijk van een paar dingen af. Natuurlijk is het wel verstandig om dit te gaan doen, want het is een leuke en ook vaak dus interessante manier om te gaan sparen. Het is vaak makkelijk, omdat je elke week waarschijnlijk toch al bij de supermarkt komt en op die manier wat geld apart kunt zetten. En zeker tegenwoordig, waar de rentes dus verlaagd zijn naar 0,02% op een betaal- of spaarrekening zelfs, dat je het op deze manier in ieder geval dus minstens 4 en zelfs wel 50% rendement kunt maken. Dus dat is in ieder geval al meer dan dat je bij de bank zou kunnen verdienen. En als je dus zo snel gaat kijken, dan denk je van ja, het programma van de Plus is het meest interessant. Dat heeft een veel hoger rendement dan die andere twee. Bijna 10 keer zo hoog zeg maar als die andere twee. Dus ik ga zeker bij de Plus boodschappen doen. Nou, er zijn wel meer dingen waar je op moet letten. Want je moet natuurlijk niet alleen op het rendement letten. Maar net zoals bij andere beleggingen en dit soort dingen, moet je ook naar de kosten kijken. Nou, wat kost het? Dan gaan we nou kijken naar de supermarktprijzen eigenlijk van de laatste tijd en hoe het dan zijn eigen verhoudt tussen supermarkten onderling. En dan zien we daar dat de Albert Heijn zeg maar op prijsniveau 100 staat. En dat de Jumbo hier op 99 staat, oftewel 1% goedkoper. En dus hoewel de Jumbo 4% rendement gaf op zijn koopzegels, verdien je eigenlijk ook nog een procent, omdat je daar gemiddeld gezien dus goedkoper kunt kopen. En komt dat op 5% uit. Kijken we echter naar de Plus, dan zul je zien dat gemiddeld genomen de prijzen 2% duurder zijn dan bij de Albert Heijn. Maar daar staat dan wel weer tegenover dat je rendement op je koopzegels een stuk hoger is. Dan is natuurlijk altijd de vraag, is het interessant? Want wat verdien je nou eigenlijk per jaar? Nou liggen de bedragen die je dus met het gemiddeld genomen budget eigenlijk van de supermarkt uitgaves tussen de 14 en 36 euro per jaar. Dus er zijn geen grote bedragen. Alleen gevoelsmatig verdien je dus bij de Plus veel meer. En zeker ook omdat je veel minder geld apart hoeft te zetten. Je hoeft daar maar 72 euro apart te zetten in plaats van bijna 400 euro bij die andere supermarkten. Dus daar is je rendement wel een stuk beter. Maar überhaupt denk ik wel dat het altijd interessant is om het te gaan doen. Het is zoals gezegd, Nederlanders vinden het leuk dit soort dingen doen. Het kost wel wat tijd om zegeltjes weer in te plakken. Maar misschien heb je dan een bezigheidstherapie. Je hebt in ieder geval het gevoel dat je meer rendement maakt dan wanneer je je spaargeld op de bank zou zetten. Dus op die manier is het natuurlijk altijd leuk om in ieder geval op deze manier ook geld te sparen. Maar de reden dat supermarkten dit natuurlijk aanbieden is natuurlijk altijd marketing. Ze hopen natuurlijk als je eenmaal hieraan begint dat je altijd bij dezelfde supermarkt zal blijven komen. Dus ja, kijk een beetje of je de keuze hebt tussen deze supermarkten. En of het niet te veel moeite is. Want waarschijnlijk als je om gaat rijden en je moet elke week een paar kilometer extra afleggen, dan is het overstappen naar de Plus bijvoorbeeld al niet interessant. Maar kijk in ieder geval of het spaarprogramma iets voor jou is, waar je aan mee wilt doen. En het is zoals gezegd altijd wel een leuk iets om aan mee te doen. En een extra begin, een leuke start, misschien zelfs voor je kinderen om het bij te brengen, zeg maar. Na de hand zou ik natuurlijk, zoals altijd gezegd, gewoon geld aanhouden op de bank en de rest wat je niet nodig hebt te gaan beleggen. Dat is niet zo'n rendement als bij de Plus, maar je kunt natuurlijk wel meer inleggen. En je hoeft er niet per se boodschappen voor te kopen natuurlijk, dat is een voordeel daarvan. Maar het is gewoon een leuke toevoeging denk ik. En dat verklaart denk ik ook waarom Nederlanders zo graag sparen en ook dus met spaarprogramma's meedoen. En daarmee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het een leuke video hebt gevonden. Vond je nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval onder de video weten wat je goed vond of minder goed vond. Dan neem ik dat mee naar de volgende video. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, die kun je natuurlijk ook altijd onder de video achterlaten in de reacties. Of kom naar onze Discord chat, een link daarvan vind je trouwens in de omschrijving hieronder. En als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je vindt het wel een leuke video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over dit soort onderwerpen. Dus persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Nou, abonneer je dan hieronder op het kanaal. Klik op het bel-icoontje, dan mis je nooit meer een video. En zie ik je graag in de volgende video weer terug.